op mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een leuke video, want ik heb namelijk eindelijk de hele Brawl Pass uitgespeeld. Zoals jullie zien hebben we best wel veel dingen te openen, want ik heb dus eindelijk alles vrijgespeeld. Ik heb ook nog eens Gil. Kapot veel dozen hebben we vandaag. Maar ja, ik heb dit dus helemaal speciaal opgespaard voor deze video. En ik ben waarschijnlijk de laatste YouTuber die Gil gaat krijgen. Nice. Maar goed, vandaag gaan we dit dus allemaal openen. En we gaan daarmee ook deze aanbieding van 2 megadozen in de winkel kopen. Maar voordat we beginnen gaan we nog even kijken of we knokken level 9 kunnen maken. Dan hebben we weer meer kans op een sterrenkracht. Even kijken, we hebben keuze uit Dynamite. Poco die kan ook. En Frank is een optie. Ik denk toch dat ik dan voor Poco ga, want die is best wel handig in veel situaties. Dus Poco, we gaan jou even bam level 9 maken. Let's go! Zou echt super nice zijn als we daar ook gelijk een sterrenkracht voor kunnen vinden. Maar ja, hier gaan we mensen. We beginnen met de eerste doos. En dat is gelijk een grote doos. Let's go! Zit er iets in? Helemaal niks. We gaan weer door. Ook niks. Dit is toch soort van wel leuk, want er zit veel afwisseling in. Nu is het namelijk tijd voor 2 megadozen. Staat er een zesje? Helaas niet. Hier zit ook niks in dan. Helaas. Staat hier een zesje? Ook niet. Wat is dit? Waar blijven mijn goede knokkers? Of sterrenkrachten? Oh ja, we kunnen nu natuurlijk ook Nani krijgen. Dus het zou ook heel chill zijn als we die zouden krijgen. Maar ja, tot nu toe krijgen we nog niet echt dingen. Nog een grote doos. Weer niks. Mensen, waar zijn al onze rewards? Oeh, krachtpunten. Oké, aan wie gaan we die geven? Laten we deze krachtpunten aan Sprout geven. Alsjeblieft, Sprout. Geen probleem. En dan gaan we weer door. Meer krachtpunten. Ook weer voor Sprout, alsjeblieft. Kom op, mensen. We moeten toch iets kunnen krijgen. Grote doos, kom op. Geef ons iets. Ah, weer niks. Maar, we hebben nu wel een nieuwe knokker unlocked. Hier gaan we. 3, 2, 1. Pa, 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 pa. Het is onze boy Gil. Ja, is toch wel weer een nieuwe knokker erbij. Megadoos. Kom op, hier moet iets in zitten. Dus weer helemaal niks. Niet eens gadget, geen sterrenkracht, helemaal niks. Dit meen je toch niet? Oké, ik ga er nu wat sneller doorheen, want we krijgen helemaal niks. Dus ik klik maar gewoon even door. Ik zie jullie wel wanneer we iets hebben gekregen. Ja! Ja! Ja, ik heb zojuist op mijn megadoos geklikt. Er staat een zesje. Dat betekent dat we eindelijk iets hebben gevonden. Wat het is, dat weet ik niet. Gaan we zo snel achterkomen. Hier gaan we dan. Klik, 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 klik. Oh, klik. Oh, hier komt ie, hier komt ie. Hoe zijn jullie klaar voor? Zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1. Oh, sterrenkracht. Let's go. Een sterrenkracht voor Bulls. Ware jongen. Als hij minder dan 40% levens heeft, krijgt hij een schild dat 30% minder schade krijgt. Chill. Super chill. Oh, wow, 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 wow. What? Wat? Ik klik door en we hebben gelijk weer een nieuw item. Een gadget van Jean, wat super chill is ook. Hele goede gadget. Magische lamp die vijanden dus kan wegpushen. Dat is echt insane. Hier zien jullie even wat we in deze doos hebben gekregen. Gewoon een sterrenkracht en een gadget. Wat? Maar zoals jullie zien zitten we ook alweer bij nummertje 40. Hier gaan we dan. Stickertje, let's go. Ik zie jullie weer wanneer we iets hebben gekregen. Wow, ja. Wow, 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 wow. Wow. Gadget voor Bibi vitamine supplement. Ook een super chille gadget. Let's go. En ik moet eerlijk zeggen, dit was letterlijk niet eens 2 dozen hierna of zo. Was best wel snel al. We zijn namelijk bij nummertje 45. En het is weer tijd voor een megadoos. Zit hier iets in? Wow, ja. Ja, ja. Er zit wat in. Oh, hier gaan we. Hier gaan we. Wat gaan we krijgen? Oké, we gaan geen 2 dingen krijgen volgens mij. Hier komt hij, het allerlaatste item. Wat gaan we krijgen? Oeh, ja. Oh, wacht. Toch. Nee, maar ook weer ja. We hebben sterrenkracht voor Nita gekregen. Het is wel de slechtere van de 2, vind ik dan. Dus dat is minder chill. Maar we hebben gewoon iets gekregen. Let's go. Als Nita haar beurs schade doet, krijgt zij ook weer levens terug. Oké, oké. We gaan weer door. We zijn bij 46. Volgens mij krijgen we nu opeens allemaal dingen. Hier, deze geef ik ook weer als een boy Sprout. Woehoe. We hebben trouwens ook weer gewoon 4500 muntjes intussen. En ik heb een Sprout flink veel krachtpunten gegeven. Laten we die ook gelijk even upgraden. Even kijken. Let's go. Wow. Hij is al bijna weer level 9. Hij mist nog maar 125 van die punten. Oké. Okay. Het is weer tijd voor 2 megadozen. Hier krijg je toch wel het vaakst dingen uit. De eerste, staat er een zesje? Helaas niet. Daar gaan we al. De tweede, staat er een zesje? Ja, er staat een 6. Oh mijn god, oh mijn god. Hier gaan we, wat krijgen we? Oeh, dat is ook een goede gadget. De gadget gezonde snack van Sprout. Let's go. We hebben al best wel veel dingen gekregen. En ik geef weer 100 van deze dingen aan onze Sprout. Die, oh. Nu naar max level gebracht kan worden. Gaan we gelijk even doen. Sprout, bam, max level, let's go. Ik hoop ook echt dat we die sterrenkracht kunnen vinden. Want die is ook echt sick. 2 megadozen, hier gaan we, bam. Hier zit helaas niks in. Nog een megadoos, bam. Hier zit ook niks in, shit. Wow, en nu mogen we 500 van deze punten weggeven. Deze wil ik wel geven aan onze B. Let's go. Ik ga die ook weer gelijk even upgraden. Tada, tada. What?
We missen 3 van die dingen. No way. Misschien kunnen we die nog uit de doos krijgen. Hier gaan we. Ta-ta-ta-ta-ta. Helemaal niks. Kom op, zit hier iets bij? Ook niks. Zit hier iets bij? Ook niks. Oh, mensen. We zijn aangekomen bij de laatste ding van de Brawl Pass. Hier gaan we. We gaan even deze skin unlocken. Oh, oh. Nice. Een grote doos. Ja, ja, een zesje. Oké, wat gaat er komen? Weer een gadget. Honingsiroom van B. Ik weet niet of die goed is, maar nice. Let's go. En weer 500 punten. Ik denk dat we die aan 8-bit gaan geven. Dan kunnen we die gelijk weer max maken. 8-bit, laten we jou even upgraden. Yes, let's go. Holy shit, dat was bijna alles gelddoos zie ik nu. Maar we zijn nog niet klaar met de dozen. We hebben hier nog eentje in de winkel. Hier gaan we. Oké, 45 edelstenen, 250 goud. En hier is de eerste megadoos. Zit er 6 bij? Nee. Oh, shit. Maar niet getreurd. We hebben nog een megadoos. Kom op, kom op. Weer niks. Helaas hebben we niks gekregen uit de megadoos. Maar ik zie opeens dat er gelijk weer een nieuwe aanbieding is. Weet je, voor de video kopen we nu ook wel gelijk. Het is gewoon alsof ze weten dat we nu een video maken. Te toevallig dit. 170 edelstenen, 4000 goud. En hier komen ze. Hier zit helaas niks in. Klik, klik, klik. Zit er de volgende wat? Ook weer niks. Nee, wat? Volgens mij is dit onze laatste die we nu gaan krijgen. Wow, 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 wacht, wat? Er staat gewoon een 7. Misschien betekent dat wel dat we nieuwe knokken krijgen, ik weet niet. Hier gaan we, oké. Wow, ik heb volgens mij nog nooit 7 gehad. Oké, hier komt wat, Bam! Bam! Naar mijn mening de beste sterke nog van Jean, eindelijk, yes! Holy shit, dat is al echt insane. Maar we krijgen nog iets. Een gadget voor 8-bit. Cheat code. Daar kan je mee teleporteren dus. Wow. Weer een gadget en een sterrenkracht in 1 dus. Ik zeg jullie eerlijk. Dit was wel echt weer ziek. Ik heb veel nieuwe shit erbij gekregen. En ik denk dat ik vandaag Nita, Boo, Jean en Gil wil gaan uittesten. En laten we beginnen met ons nieuwe knokker. Gil. Volgens mij is die wel goed in knokbal. Dus we gaan gewoon met knokbal beginnen. Hier gaan we ons allereerst potje met Gil. Ik heb nog nooit met Gil gespeeld. Wel tegen Gil gespeeld. Oh, we moeten nu natuurlijk tegen super noobs. Wow, dit zijn ultra noobs. Ah, die kunnen we wel hebben. Rosa, ga je scoren? Ik vertrouw Rosa niet. Oké, ik ga wat uitproberen. Ik ga via de rechterkant lopen. Wow, dit zijn echt ultra noobs. Wat is dit? Woo! Tada! Ja, ik weet gelijk al een beetje hoe ik met Gil moet spelen. Maar ja, dat is ook niet moeilijk tegen deze ultra noobs. Woo! Doei, ultra noobs. Oké, dit is wel echt veel te makkelijk. Come on, come on. Give me the ball. Oké, ik heb wel wat hulp. Ik ga dood. Nee. Oh, ik ben gewoon dood. Ik vind Gil, om eerlijk te zijn, wel een interessante brawler, though. Hij heeft zeg maar best wel een interessante ult die ook best wel snel krijgt. Volgens mij, na 3 shots of zo heb je al eens zijn ult. En zijn ult is dan niet per se heel sterk. Oh, wow, ik heb hem alweer gescoord. Maar zijn ult is niet per se heel sterk, maar je krijgt gewoon heel snel, volgens mij. Sterk speler, je weet toch. Alright, en dan gaan we nu door naar Nita. Mijn Nita zit wel gewoon 550 trofeeën. Dus deze mensen zijn waarschijnlijk gewoon van normaal niveau. Maar ik heb Nita al zo lang op level 9. Alleen nu heb ik eindelijk pas de sterrenkracht. Oké, gaan we mensen. Let's go, let's get him. Oh, ja, dit wordt een goal. Dit wordt sowieso een goal, kom op. Als dit geen goal wordt, let's go. Wow, we hebben gewoon echt weer super snel gescoord. Kan dit ook weer een snel potje worden? Oké, maar ik wil mijn biertje nog uittesten. Kom op, geef me mijn biertje. Ja, ik heb mijn biertje, hier gaan we. Hop, stun. Wow, dit gaat gewoon weer een super snel potje worden, mensen. We hebben ze gewoon. Kan ik jou ook nog stunnen? Bam. What? Weet je, soms zit het leven gewoon mee. Dan heb je van die dagen dat je opeens alles wint. Of dit waren gewoon even 2 gelukspotjes. We gaan er snel achter komen, want hier is Boo. En met Boo ga ik even Showdown spelen, want het is een map waar Boo wel goed in is. Jullie gaan snel zien welke map het is. Hier gaan we dan, een map met heel veel bosjes. Volgens mij is deze sterrenkracht wel echt ziek, though. Oké, je gaat... Wow, nee, Dynamite. Ik ga weg als je... Oh, shit, gaat hij ons gelijk al killen? Oeh, goed zo, hij gaat weg. Dankjewel. Wij moeten gewoon zo snel mogelijk bij het midden zien te komen, want daar zijn wij sterk. Rico, laat ons met rust. Ik wil gewoon even deze doos pakken, dankjewel. Nee, Rico. Nee, Rico. Nee. Gaan we die Rico killen? We gaan die Rico killen. Wow, ja, we hebben die Rico. Let's go. Oké, gaan we even snel dit doosje ook openen. We hebben al 4 van die... Nee, wow. Die moet ik ontwijken. Please, laat me rust. Oké, nu kunnen we wel aan als we willen, hoor. Oeh, ze hebben daar een fight. Ik ga die boel killen. Ja. Let's go. Haalt ook dezelfde sterrenkracht, geloof ik. Oh, maar we gaan wel goed dit potje. We hebben al 6 kracht cubed. Oeh, ja, die ga ik pakken. Oh, dat is wel gevaarlijk. Wat doe ik? Is het Shelly? Oeh, dat was heel gevaarlijk. En dom. Wat doe ik?
Oh, waarom deed ik dit? Waarom deed ik dit? We zitten een beetje vast. Oké, even healen. Oké, Rico, ik kom bij jou. Wow, 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 wow. Veel damage. Nee. Oké, wat gaan we doen? We zitten een beetje vast. Alle bosjes hier zijn ook weg. Mijn eigen schuld, maar goed. Wow, wow, wow. Bam. Oeh, die Shelly kan me snel killen hoor met haar ult. Ik moet echt uitkijken. Ja, ja. Let's go. Oh, nee, 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 nee. Hij killt me nog niet. Hij killt me nog niet. Het is showdown. Het is showdown. Ik kan hem niet killen. Ik moet hem ontwijken. Ik moet hem ontwijken. Ik ontwijk hem. Wow, ik wacht hier gewoon even. Kom op, geef me wat levens. Geef me wat levens. Oh shit. Oh shit, hij doet veel damage. Oh, kan ik dit winnen? Kan ik dit winnen? Oh, oh, ja, ja. Ja, ja, ik pak hem, ik pak hem. Kom op, één shot. Één shot. Ah, wow. Nee, ik had hem net op het einde. Maar we zijn helaas wel tweede geworden. Ik had hem letterlijk gewoon 1 seconde te laat gekild. Maar ik moet zeggen, je zag wel, die sterrenkracht kwam daar echt wel tot pas. En dan is het tijd voor onze laatste brawler, mensen. Jean. En ik denk dat ik met Jean weer even knokbal ga spelen. Hier gaan we dan. Met deze sterrenkracht kan ik mijn team volgens mij elke seconde 400 HP healen. Dat is best wel handig. Oeh, 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 oeh. Kijk, hier gaan we bijvoorbeeld al. Ja, ja. Oh shit, shit, ik mag niet doodgaan. Oh nee, nee, wow. Kom hier, ik heal jullie. Oké, ik moet gewoon even mijn ult krijgen en dan pak ik even hun. Oké, let's go, hier gaan we. Ze zijn allemaal laag, ze zijn allemaal laag. Mortis, ja, 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 jou heb ik. Oh wat, hij heeft de bal. Woe. Oeh. Oké, dit kunnen we wel hebben. Dit kunnen we wel hebben. Ik laat gewoon weer even mijn ult op. Maar volgens mij met deze sterrenkracht moet je een beetje bij je team blijven spelen. Want dan krijgen ze dus constant heals. Woe! Wat deed ik daar? Had ik mijn ult gebruikt? Ik heb geen idee wat daar gebeurde. Ik had blijkbaar mijn ult inderdaad gebruikt. Maar kom op, we gaan dit gewoon pakken, mensen. Oeh. Shit, die Mortis is heel gevaarlijk daar. Shit, 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 shit. Shit, shit. Ah, nee! Ah, die M zat helaas aan gadget ook niet. Ah, jammer, jammer, jammer. Maar niet uit, we komen er wel. Even snel mijn ult laden. Ik heb mijn ult weer. Ga ik even iemand pakken. Nee, 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 Mortis, ga weg, Mortis, ga weg. Oh, shit. Die Mortis is echt hinderlijk. Kijk, ik ga die... Oh, wow, wow, dat was heel dom voor mij. Oeps. Oeh, die Cole is bijna dood volgens mij. Is hij bijna dood? Ja, hij is bijna dood. Oeh, nee, ik mis. We moeten uitkijken voor die Mortis, want die kan die één keer gewoon er langs lopen. Wop, weg. Wow, dat was close. Oké, we gaan weer voor de aanval. We gaan weer voor de aanval. Oké, op zich kan ik hem pakken. Oh, wow, nee. Hij liep net terug. Oh, shit. Mortis komt weer. Ah. Tot nu toe vind ik volgens mij het gadget handiger dan de sterrenkracht. Maar ja, mijn gadget is nu op. Dus daar heb ik niet heel veel mee aan. Oké, gaan mensen wat doen? Gaan mensen wat doen? Oh, oh, oh. Ik heb mijn ult weer dan. Ik heb mijn ult weer. Alleen, we hebben bijna geen tijd meer. What? Nee, nee, nee. Ah. Mensen, ik zeg jullie eerlijk. Ik speel echt super slecht met G nu. Oeh, oké. We kunnen nog scoren. We kunnen scoren. Kom op. Kom op. Kunnen we scoren. 1 seconde. Nee. Wat, we waren er bijna. Ah, oh, zo jammer. 1 potje verloren dus. Maar ja, goed mensen. Dat was eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.